niet heb, omdat ik wel heel snel in de tranen schiet. En daar zijn we hier niet voor vandaag. Het gaat erom dat we hier sterk zijn met z'n allen, ook al zal er een traantje vloeien. Wil je spreken, zegt Jess. Ik zeg, Jess, natuurlijk wil ik spreken, lieve schat. Ik zie Jess als een soort, en het is helemaal niet omdat ik kapsones heb, maar als een soort jonge jokie. Hij is zo strijdvaardig, zo strijdlustig. We gebruiken elkaar om Nederland een beetje beter te maken. Hoe klein dat dan ook is, wat wij kunnen. Ik ben heel goed in lullen, ik ben heel goed in improviseren en ik ben heel goed in interactie. Maar als ik echt daadwerkelijk iets moet zeggen wat indruk achterlaat, zeg maar, in deze vorm. Ik weet namelijk helemaal niks van politiek en alles. Daarom heb ik een goede vriendin van mij, Ilse Bommels, gevraagd om een tekst voor mij te schrijven die ik zelf had kunnen schrijven, maar dan net eventjes wat professioneler. Juist nu, in een tijd waar alles voorradig is, de wereld aan onze voeten ligt en er niets meer geheim blijft door het delen op social media. Juist nu leren wij onze verwende, opgroeiende jeugd dat gezondheid het belangrijkste en mooiste goed is ever. Maar wat nou mensen als de gezondheid in gevaar komt, er spoed van hulp en professionele krachten nodig blijkt? Maar ja, de poli is gesloten. Zijn de deuren dan voor altijd op slot? Waar het eerst zo normaal was een bezoek af te leggen in ziekenhuizen als het sloten vaart, is de zekerheid van de verzorgingsstaat niet meer zeker. Behalve de emotionele lading die het sluiten van deze puur Amsterdamse ziekenzorg met zich meebrengt, rijst ook steeds meer de vraag bij iedereen over het waarom. Waar ligt ze? Vraagt de meelevende. In het sloten vaart? Roept de zorgende. Het is genoeg. We hoeven geen adres, we hoeven geen route uitleg. De echte Amsterdammer weet waar hij heen moet. Daar waar onze kinderen werden geboren, liefdes hun laatste adem uitbliezen. Maar moeder ontdekt werd dat ze Alzheimer had en overgeplaatst werd naar het Hof van Sloten. Het is zoveel meer dan een medisch instituut. De wandelgangen liggen vol met verhalen. Tranen van verlies, de lach van een positieve uitslag of een geboorte. Er werden diagnoses gesteld, zenuwachtig gewacht op uitslagen. Als de muren toch konden spreken, de muren van het sloten vaart, dan was één boek niet genoeg. We hebben eigenlijk allemaal wel eens een voet in het sloten vaart gezet, toch? Zij het op visite geweest of als patiënt, om elke keer als we langs dit immens grote gebouw rijden, wat ooit hoog boven de bomen uitstak, trots te zijn en de herinneringen weer naar boven kwamen. Maar wat dan niet voor de werkende mensen daar? Zij die dagelijks duizenden voetstappen verzetten om voor een hongerloontje de patiënten gerust te stellen, de billen te wassen of om te helpen met plassen. Wat gebeurt er met de schoonmaker? Met het technisch personeel, met het keukenpersoneel? De chirurg die ooit besloot zonder vragen en blind voor geloof en afkomst levens te redden. Wat gebeurt er met al die harten die elke dag weer hun ziel en zaligheid aan de mensen gaven? Betalen. We moeten altijd heel veel betalen. Maar waar blijven al die centen? Want is het mogelijk dat er zodra de banken dreigen om te vallen, daar waar men zegt het geld van het volk zorgvuldig te bewaren, deze bij het eerste suchie van benauwdheid en pijnlijke resultaten, dat er dan onmiddellijk wordt geholpen? De politiek op stukken. Waarom krijgen ze die financiering dan wel rond? Geld is macht. En Ilse en ik en iedereen zegt macht, is dat dan belangrijker dan een mensenleven? Nee! Waar zijn ooit de gemaakte afspraken van zorgen voor elkaar gebleven? De grootste patiënt. Ze zucht en ze steunt op de fundering van haar bestaan. Langzaam slaat zij de ogen. Het slotenvaart is niet meer. En met dit verplicht sluiten, neemt zij dan duizenden herinneringen van alle Amsterdammers met zich mee. En hoeveel gaan er dan nog volgen? Ik zag daar een bordje, patiëntenkoop. Wie biedt? Wie heeft nou ooit zo'n bedacht dat die zo'n bordje zou moeten maken?
Het slotenvaart moet blijven. Topzorg is niet inwisselbaar en laat zich niet ontmantelen. Financiële injectie, geneest de zorg, red ons zootje. Het is toch van de gods geklaagd dat wij hier met z'n allen staan om dat overeind te houden. Gewoon een normaal burgerziekenhuis. Ik heb ooit tegen Chess gezegd. Deze jongen die echt de hele dag, de hele week, alle maanden met ziel en zaligheid bezig is geweest. Jongen, als ik er ooit straks niet meer ben of ik vergeet het, ik geef het stokje met zoveel trots aan jou door. Want dat zijn degenen die we nodig hebben. De jeugd die ervoor zorgt dat wij hier allemaal weer, want het mogen er dan misschien weinig zijn, maar ik vind het fucking veel. Bedankt dat jullie hier waren, lieve mensen. Bedankt.